Ik ben Paul. En ik ben Wietse. En vandaag doen we het verslag van de open dag op het provinciehuis. Ik ben commissaris van de Koning. Ik voel mij gastheer. En ik ontvang mensen. Mensen kunnen de hele abdij bekijken. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. En ze kunnen in gesprek met de politici, de gedeputeerden, de ambtelijke medewerkers. En ook met mij, hier op mijn kamer, als commissaris van de Koning. Ik hoop natuurlijk dat heel veel mensen naar de stembus gaan. En dat heel veel mensen ook het hokje bij de SGP gaan kleuren. We hadden de vorige keer net geen 20.000 stemmen. En ik hoop van harte dat we echt over die grens van 20.000 stemmen heen gaan. Dank u wel. Graag gedaan. Ik hoop dat de provincie investeert in de verkeersveiligheid. En dat er geld vrijgemaakt wordt voor de infrastructuur. En allerlei maatregelen die de verkeersveiligheid kunnen bevorderen. Bijvoorbeeld ook educatie. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat er geïnvesteerd wordt in de jeugd. Heel belangrijk, educatie van jongeren op het gebied van verkeersveiligheid. Maar ook op het gebied van problemen, alcohol, drugsgebruik in het verkeer. Heel belangrijke items.